Ik ben Jennifer Hofman, ik ben actrice. En je kent me misschien van Verborgen Gebreken of van Dr. Tinus. Ik ben Maurice Leden, televisiepresentator van voornamelijk NTR-programma's, waaronder Het Klokhuis. Ik hoop dat ik dit spel goed ga spelen. Ik denk dat ik wel goed ben sociaal gezien. Ik denk dat ik snel goed in een groep lig. Ik ben ook wel een beetje een sfeerbewaker. Ik wil altijd wel graag dat het gezellig is en dat het leuk is. Wat natuurlijk in dit spel best ingewikkeld is. Verder ben ik nuchter. Ben ik realistisch. En ook wel een beetje avontuurlijk. Ja, en ik hoop dat ik tijdens deze serie afwijkend gedrag kan detecteren. Bijvoorbeeld als iemand plotseling lijdt aan geheugenverlies. Is dat dan echt of niet? Daar hoop ik wel scherp op te kunnen zijn. Dit is Wie is de Mol? Dit is het lastigste spel ooit. Dus als je iets bedenkt, dan moet je gelijk weer nadenken in de dubbele laag. Dat je denkt, ja maar hè, dan zeg ik dit. Nee, wacht, dat is niet handig, want dan kan ik beter dat zeggen, want dan denken zij dat. Het is gewoon een heel ingewikkeld spel, dus ik doe het op hoop van zegen. Af en toe probeer ik mezelf hier en daar een beetje verdacht te maken. Af en toe probeer ik goed te kijken en ik hoop dat dat een mooie mix is, dat ik heel ver gekomen. Ik weet nog goed dat ik bij rechtspsychologie leerde dat je niet te veel moet focussen op een stereotype, dus in dit geval het stereotype mol, omdat dat nogal je waarneming kan vertroebelen. Dus afstand houden en ogen wijd open. Ik denk dat ik wel een goede mol zou kunnen zijn, omdat ik me neutraal opstel en over het algemeen altijd vrolijk ben. Ik denk ook dat ik een goede kandidaat kan spelen. Dus ja, ik denk dat ik best wel een goede mol zou kunnen zijn. Ik denk wel dat mensen mij kunnen verdenken, omdat ik toch altijd wel goed op een rijtje wil hebben van jongens, wat zijn de voor's, wat zijn de tegens als we deze beslissing nemen. En doordat ik alles overdenk, kan ik nog wel eens verdacht overkomen.